Of het nou komt door de corona of door de CO2-uitstoot. Het ene evenement mag doorgaan en het andere niet. Kunt u dat nog volgen? Ik snap wat u bedoelt. Nou. Circuit in Zandvoort. Bijvoorbeeld. Ik ben er helemaal tegen. En waarom bent u daar zo Omdat tegen? Omdat het heel veel uitstoot geeft. En het ene mag wel en het andere mag niet. Dat denk ik als dat grote geld erachter zit. Dat vind ik heel irritant. Want als ik dan naga dat de voetbalwedstrijden allemaal mogen doorgaan. Duizenden mensen. Die schreeuwen en die doen. En de parkfeest in Venlo bijvoorbeeld, die 3 dagen. Nou, dat is 1 grote happening. En ik ga er ieder jaar naartoe. En dit jaar mag ik niet. Nee, eigenlijk niet. Het is misschien nog niet dat eendaags evenement is natuurlijk iets makkelijker te organiseren dan een meerdaags. He, waar iedereen in zo'n tentje gaat zitten en dan... Ja, nou, aan de ene kant begrijp ik sommige dingen wel. Maar ik vind het wel, ja, gewoon voor de evenementenbranche, festivals en zo, denk ik, ja, laat dat dan ook doorgaan als je Formule 1 ook kan door laten gaan. Want het is gewoon, ja, het is een sport en dan kun je ook kijken naar de Olympische Spelen, vind ik. En dat laat ze wel doorgaan en dan, ja, Formule 1 is wel iets anders. Maar ik vind dat als dat door mag gaan, dat dan de festivals ook mogen doorgaan. Nou, soms wel, soms niet. Nee, dus heel, ja, wisselvallig. Soms niet. Nee, soms niet. Ja, ik kan dat nog wel volgen, maar eigenlijk vind ik dat het niet kan. Ik vind, jij duidt natuurlijk op de races in Zandvoort, bijvoorbeeld. Denk ik. Nou, ik denk dat dat een geldkwestie is. Dat is mijn mening. En zoals festivals, ik vind wel dat de jonge mensen daar weer aan toe zijn, dat dat ook gewoon door kan gaan. Want in Zandvoort zitten ze straks ook allemaal op een kleutje. Ik zou het echt niet weten hoe en waar dat allemaal aan ligt. Ik bedoel, wat vindt u daar zo moeilijk aan? Nou, ik snap ook wel gewoon dat heel veel mensen gewoon lekker eens een keer naar zo'n feestje willen. Dat snap ik wel. En dan gaat dat bij de ene gaat dat wel door en bij de andere gaat het niet door. Ik begrijp wat ik hoor, maar ik ben er niet zo mee bezig als ik heel eerlijk ben. U neemt de verschillen voor lief? Ik neem wat doorgaat, gaat door. Nee, dat vind ik zelf ook een klein beetje heel erg raar. Want je blijft allebei wel gewoon heel dicht bij elkaar met de corona. Dat is best raar, ja. Daarom stellen we de vraag ook. Ja, dat vind ik ook een heel rare begrip. Ja, het hangt er ook vanaf naar de richtlijnen en zo. Ik denk dat het nu wel weer iets slechter gaat dan dat het eerst ging. Maar ik denk dat ze een beetje rustig aan moeten doen. Alleen als het wat beter gaat, denk ik dat ze zeg maar niet direct alles open moeten gooien, maar eerst een klein beetje, zeg maar. Dat bedoel ik, een voetbalwedstrijd waar de toeschouwers naast elkaar staan, mag bijvoorbeeld wel. Ja, nee, ze moeten toch blijven zitten tegenwoordig. Ja, de minister heeft gezegd, jullie moeten wel blijven zitten. Maar dat doen supporters natuurlijk niet als er een doelpunt is gemaakt. En jongeren mogen niet naar een popconcert. Ik heb 3 kleinkinderen, die zitten allemaal in het begin jaren van de universiteit. En die doen, moeten alles online doen. We mogen er 75 in de collegezaal zitten. Maar de jeugd is een boel tekort gekomen. En wat zou daaraan gedaan kunnen worden om die verschillen een beetje op te heffen? Van wat je wel en niet mag deelnemen. Ik denk dat daar binnen het onderwijs heb je zo'n stappenplan, een beslisboom. En dan kun je precies zien wat wel en niet kan. Ik denk dat zoiets ook voor evenementen nodig is. Dat ze precies een stappenplan maken met waar je wel en waar je niet naartoe kan. Hoe komt dat verschil, denkt u? Ik weet het niet. Ik denk dat de meneer Rutte eens een beetje beter moet gaan nadenken. En Hugo ook, dat hij is. Ik denk helemaal niet dat die dat alleen schuld zijn. Ik denk dat het ook een geldkwestie is, denk ik. Dat denkt u? Denk ik, ja. En vooral die hogere, net als de eredivisie en zo. Ja, die moeten, anders gaan alle clubs kapot. Ja. Niemand overleeft het zo. En hoe komt dat, denkt u? Nou ja, omdat we weten eigenlijk niet zoveel over de weegfactoren die daar meespelen, denk ik. Het gaat om activiteiten in de buitenlucht. Dus dan zou je veronderstellen dat zo'n evenement veilig georganiseerd kan worden. Ja, ja, maar met de voetbalwedstrijd ook natuurlijk. Hè? Dus als men opspringt en het heeft risico, ja, dat is het lastig om daarin in de hand te houden. Dus ja, het is lastig, ik weet het wel. Hè? Men is enthousiast. He, maar ik weet ook niet altijd wat het gevaar is wat daaraan kleeft. He. Omdat het ingewikkeld is. En wat is er dan zo ingewikkeld volgens u? Heel veel is er ingewikkeld, ja. Hoe het zich verspreidt en alles. En we weten heel veel nog niet. Dus het is... En dat verklaart de verschillen?
Ja, ik denk dat het zoeken is naar de juiste dingen. Als u minister of burgemeester zou zijn, ja, hoe zou u het dan aanpakken met de evenementen? Ik denk dat ik alles tegelijk weer open zou gooien. Ja, alles of niets. En dan neemt u het aantal besmettingen op de koop toe? Ja, en ik zou meer mensen, of vooral de jonge mensen, aan te raden om te laten vaccineren. Dat is, en daar besteden ze nog niet genoeg aandacht aan. Omdat iedereen wel gewoon de vrije tijd wil, zou ik zelf zeggen, zolang jullie gewoon die 1,5 tot 2 meter houden bij de popconcerten en elkaar gewoon de ruimte geven, ook bij het voetbal. En dan bij het voetbal en de popconcerten ook gewoon de mondkapjes, want ja, je blijft er wel ademen. dan zou ik het nog niet zo heel erg een probleem geven, maar het is toch, zou ik dan ook wel bang zijn dat ze niet aan de regels gaan houden. Ik zou niet in hun schoenen willen staan. Ik denk dat ik daar niet over kan oordelen. Want het is heel makkelijk vanaf de zijlijn te praten. Dus u bedoelt, een beslissing is al moeilijk genoeg, ja, op dat gebied? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dat wel een beetje onderschatten. En dat je het ook nooit echt goed kunt doen. Ik denk dat vooral duidelijkheid heel belangrijk is. Maar ik vind, daar moeten ze strakkere maatregelen van nemen. En allemaal laten zitten. Daar ben ik wel mee eens. En wie zou die strakkere maatregelen moeten nemen? Ja, de mensen zelf ook. Je moet zelf eens nadenken of niet, want de corona is nog lang niet weg. Daarom stelde ik u de vraag, kunt u het nog volgen? Nou, soms is het niet meer te volgen, maar ik kan niet volgen dat er zoveel verschil is. En dat er bij de ene mag het wel, bij de andere mag het niet. Maar voorlopig gaat u blijmoedig door het leven. Nou, ik probeer. Nou, ik wens jullie veel succes, hè? Dank u wel. Doei. Dag.